Welkom iedereen bij deze instructievideo over WRTS. WRTS is een online overhoorprogramma om je eigen woordenlijsten samen te stellen en die te gaan overhoren op een eenvoudige en gratis manier. We maken hiervoor een ICT-workshop voor alle eerstejaars, maar we hebben daar reeds een handleiding voor geschreven, maar we wilden jullie toch ook een instructievideo tonen. Die handleiding kan je altijd vinden op Lycipedia. Lycipedia kan je vinden op lycipedia.lyceumgenk.be. Je klikt dan op jaren eerstejaar. En dan klik je onderaan op ICT. Scroll je een beetje naar beneden. En dan zie je hier vet cool je woordjes leren. Je ziet een aantal foto's van voorgaande jaren. Je ziet de website wrts.nl. Nog een tweede website die we gebruiken tijdens de workshop. En ook de handleiding vet cool je woordjes leren. Als je die openklikt, krijg je een PDF-document. Waarin dat op de derde pagina, dat is de deze. Ik zal het een klein beetje kleiner zetten. Op de derde pagina vet cool je woordjes leren start. Dus deze stappen gaan we samen even in de instructievideo overlopen. Het zijn... Even kijken, een negental bladzijden, waarvan er 7 over WRTS.nl gaan. Goed, ik sluit even de handleiding en ik surf naar WRTS.nl. Daar komt hij. Je krijgt een inleidend schermpje waar dat je kan gaan inloggen. Als je reeds een inlog hebt, een e-mailadres en een wachtwoord, kan je dat hier gaan ingeven en op inloggen drukken. Ik ga ervan uit dat je nu nog geen account hebt, dus we gaan samen een account maken. Meld je nu meteen aan. Je klikt daarop. Mag je een e-mailadres invoeren? Ik kies daar mijn e-mailadres van de school. Daar staat hij. Ik kies een wachtwoord. Hoef je niet te gaan bevestigen zo dadelijk. Of in een mailtje te gaan bevestigen. Wel hier op het scherm. En je drukt op aanmelden. En vanaf dan zal je account al gecreëerd zijn. Eventjes wachten op onze internetverbinding. Voilà. Mijn woordenlijst. Je ziet daar staan woordenlijst. Je hebt op dit moment geen enkele woordenlijst. Wil je nu een nieuwe woordenlijst maken? Voordat we een woordenlijst maken, wil ik eventjes wijzen op WRTS Extra, het knopje aan de rechterkant. Als je dat drukt, dan krijg je wat extra instellingen die je kan toepassen, waaronder bijvoorbeeld de uitspreekhulp. En deze is wel interessant. Laat WRTS de woorden voorlezen tijdens het overhoren. Dus ik ga eens kijken wat bij instellen aangevinkt staat. Bij mij staat het nog niet aangevinkt, dus ik ga dat aanduiden. Ik druk op wijzigingen opslaan en vanaf dan is die functie geactiveerd. Goed. Kan ik even terug naar WRTS klikken of op mijn woordenlijst klikken, kom je op dezelfde pagina uit. Ik heb er nog geen, dus ik ga er snel één maken, een nieuwe lijst maken. Ik noem die bijvoorbeeld, stel dat we het over het vak Engels gaan hebben. Engels, chapter 1. Zo, en we gaan van taal Nederlands naar taal Engels. Dan heb ik een aantal Nederlandse woordjes nodig. We gaan het eenvoudig houden. Hallo is hi in het Engels. Fiets, bicycle. Wat hebben we nog? Aankomen, to arrive, verjaardag hadden we gekozen, birthday, zo. Zus hadden we nog, sister, en als laatste jongen, boy. Je ziet hier beneden dat je ook meer invoervakken kan aanklikken. Je krijgt er dan altijd 5 extra bij. Je kan op opslaan drukken van de leren, uiteraard kies ik voor opslaan. Vanaf dat moment zal mijn eerste woordenlijst al klaar zijn. Dus je ziet het hier. Mijn eerste woordenlijst Engels kan ik gaan bekijken, bewerken, overhoren, printen of downloaden. Als je over de namen gaat of over de woorden gaat, zie je ook een speaker-icoontje als je erop drukt. Ik hoop dat het voor jullie te horen is. We gaan het even testen. Zus. Zus. Sister. Sister. Dus je hoort echt de Britse uitspraak, Brits-Engels. Dus nu zijn we de woordenlijst aan het bekijken. Je ziet de woordjes staan. Je zou hem kunnen gaan bewerken als je ergens een foutje hebt of je wilt woorden gaan bijvoegen. Maar we gaan het nu hebben over het stukje overhoren. Dus als ik op overhoren druk, dan krijg je allerlei verschillende mogelijkheden om je taak of je woordenlijstjes te oefenen eigenlijk. Ofwel ga je alleen de spelling oefenen, ofwel ga je op een makkelijke manier oefenen, ofwel op een moeilijke manier. In de school leren we de kinderen meestal, of leren we jou als je zelf een leerling van de school bent, om de toets eens te overhoren. De toets, type zelf het juiste antwoord. Er zijn leuke variaties, dus als je bijvoorbeeld het reactiespel kiest, dan moet je op de spatiebalk drukken wanneer het juiste antwoord doorkomt. Dat is een soort spelvorm, dat is eigenlijk wel aangenaam. Een puzzelvorm waarbij dat de letters door elkaar gegooid zijn, maar in de klas oefenen we op het toetssysteem. Je kan de volgorde gaan bepalen, Nederlands, Engels of Engels-Nederlands. En hoe goed je wil oefenen, dit is wel een belangrijke. Wil je goed oefenen, wat krijg je dan? Dan krijg je alle vragen iedere keer opnieuw gesteld, totdat je alles goed hebt. Dat is eigenlijk anders dan een toets in de klas, want bij een toets in de klas krijg je eigenlijk dit te doen. Snel. Alle woorden maar één keer vragen. Dat is degene die we het meeste oefenen in de klas.
Je kan een aantal instellingen nog plaatsen of hoofdletters belangrijk zijn. Meestal laten we die uitstaan. Of accenten belangrijk zijn, zeker in verschillende talen. Leestekens of zij belangrijk zijn en of de woorden automatisch voorgelezen moeten worden. Dat kiezen we meestal in de klas. Excuseer, in dit geval gaan we dit even uitlaten. En we kiezen voor begin overhoring. Even wachten. En dan komt daar te staan in het Nederlands fiets. Dat was bicycle. Je kan op enter drukken en hij gaat het zelf verbeteren. Je ziet het beneden al staan. Hierna nog 4 woorden. Scoren tot nu toe is goed. We zullen bij zus een boy schrijven, dus het foute antwoord. Ik druk op enter of ik druk op oké. En je gaat zien, het goede antwoord is sister. Dat blijft er een seconde of 2 staan als alles goed is. Of het blijft nu iets langer staan totdat ik opnieuw op oké druk. Hallo was hi. Verjaardag, stelden we dat birthday. En we schrijven het helemaal fout. We gaan eens kijken wat dat die daarin verbindt. Zie je? Dit onderdeel van je antwoord klopt. Birthday. Maar ik heb dus day fout geschreven. Dus ik ga dat even veranderen. Birthday. Oké, nu was het wel goed. Aankomen was to arrive. En jongen. Zonder eens even girl van maken om nog een foutje te maken. Het goede antwoord is boy. Dus je hebt gezien, de antwoorden zijn maar 1 keer of de vragen zijn maar 1 keer gesteld. En dan krijg ik een overzicht. Hij gaat even berekenen wat dat ik gescoord heb en hoe lang dat ik daarover gedaan heb. Je ziet het, mijn test of mijn toets Nederlands-Engels heeft 1 minuut en juist 0 seconden geduurd. Ik krijg een gemiddelde van 4,3 in scoren. Dat is niet goed genoeg natuurlijk. Je ziet dat de eerste keer goed was, 3 goed waren en 3 fout waren. Je ziet wat dat ik toen ook al fout geantwoord heb. Dus je ziet een verbeterde versie. Nu, iedere keer als je die test opnieuw gaat doen, krijg je de score van je vorige keren ook te zien. Dus dat is eigenlijk heel handig, je ziet je progressie. Dat is woordenlijstjes oefenen. Ik ga eens even kijken wat je nog met een woordenlijst kan doen. Hier, we zitten op onze Nederlands-Engelse woordenlijst. Engels chapter 1 hebben we daarvan gekozen, dus ik ga eens eventjes opnieuw openen. Bekijken, bewerken, overhoren hebben we gedaan. We gaan nog eens kijken wat er te vinden is onder printen. Je kan een woordenlijst gaan printen. Heel snel, heel eenvoudig, Nederlands-Engels. Dat is eenvoudig om met een blad erover je woorden te gaan inoefenen natuurlijk. Hè. Dus waarbij je het blad naar beneden schuift. Dat is een woordenlijst. Hier opnieuw, maar dan andersom. Engels naar Nederlands. Ook dat komt normaal vrij vlot, maar omdat ik het filmpje opneem duurt het ietsje langer. En dan deze. Zeer interessant als je jezelf eens wil gaan testen. Alleen de Nederlandse woorden en plaats om je Engelse woorden echt te gaan oefenen. En de laatste is ook een goeie. Als je ooit de woordkaartjes gebruikt hebt, in bijvoorbeeld het lager onderwijs, dan herken je dit systeem waarbij je eigenlijk kaartjes kan gaan uitsnijden en kan gaan dubbelplooien om ze als woordkaartjes nog te gaan oefenen. Dat is ook een aangename manier als je woordjes nog wil gaan inoefenen. Maar soms niet meer nodig in het secundair uiteraard. Een laatste optie die ik nog wil laten zien in dit schermpje is het downloaden. Ook dat laten we zien in de lessen. En dan kan je die woordenlijsten gaan downloaden in een mp3-bestand. Dus ik ga eens eventjes klikken. Je kan dan te horen krijgen hoe wil je de lijst horen. Nederlands-Engels, Engels-Nederlands, alleen Nederlands of alleen Engels. Dus ik kies nu eens eventjes voor Nederlands-Engels. En hoe snel wil je het horen? Hoe snel moet hij het antwoord geven? Nu, het staat standaard op 2 seconden, maar ik denk als je echt wil gaan inoefenen dat 1 seconde al voldoende is, omdat je snel nadenkt wat dat het antwoord kan gaan zijn. We gaan eens kiezen voor mp3-bestand maken. En hopelijk doet hij het. Het mp3-bestand wordt nu gemaakt. Hoe groter je lijst natuurlijk, hoe langer dat dit duurt. Het mp3-bestand is klaar. We kunnen het gaan downloaden. Ik zal het even proberen te downloaden op mijn bureaublad. En we zullen het ook eens afspelen. De bedoeling is natuurlijk dat je dat downloadt. Ik zal het even op het bureaublad zetten. WRTS. En we noemen dat Engels. Hoofdstuk 1 of chapter 1. Opslaan. Hij gaat het downloaden. We gaan het ook eens openen. Daar staat hij. En ik ga het openen met Windows Media Player. Engels chapter 1. Nederlands. Engels. Hallo. Hi. Fiets. Bicycle. Aankomen. To arrive. Voilà, hier gaan we de woordenlijst eventjes stoppen. Dus je hebt het systeem door. Je kan dit mp3-bestand nu gaan plaatsen op een smartphone, op een mp3-speler, zodanig dat je het eigenlijk in de bus of wanneer je ergens moet gaan wachten, dan kan je de woordenlijst ook oefenen zonder dat je echt de buurt om je heen stoort of zonder dat je papieren of documenten moet gaan bijhebben. Nu, er zijn nog verschillende toepassingen als je een smartphone hebt of een tablet in huis hebt. Ik ga eens even terugkijken naar mijn woordenlijsten.
En dan onder het stukje extra kan je ook zien dat je WRTS op je mobiel kan oefenen. Dus je kan surfen naar m.wrts.nl. Dus als ik daar naartoe ga, dan krijg ik eigenlijk een lichte versie van de website, die eigenlijk sneller zal werken op je smartphone. Nu, als je niet met deze wil gaan werken, met een echte app, dat gaat ook. Dus als we even naar de Play Store van Google gaan bijvoorbeeld, dan kan je er van boven ingeven WRTS, maar je kan dat natuurlijk op je smartphone rechtstreeks doen. En dan zie je dat er drie programma's aanwezig zijn van WRTS, of drie apps aanwezig zijn. WRTS van Sebastiaan Maakt, eentje van WebDevelop en eentje van DigiSchool. Wij raden als school aan om die te kiezen van Sebastiaan Maakt, omdat deze het meest foutloos werkt. Als ik de tijd vind, zal ik daar ook nog een kleine introductiefilm van laten zien. Dus we hebben woordenlijstjes gemaakt, we kunnen ze al op onze smartphone afspelen, we kunnen ze op onze computer afspelen. Een voordeel van die apps is dat je ze ook kan oefenen zonder dat je een effectieve internetverbinding nodig hebt. Je kan de lijstjes downloaden en dan al oefenen, net zoals in de toetsvorm zoals ik daar juist deed op de computer. WRTS hier, deze, m.wrts.nl, daar heb je natuurlijk wel altijd een internetverbinding voor nodig, maar de apps niet. Het laatste wat ik je nog kan laten zien is dat je lijsten kan gaan delen met elkaar. Ook interessant voor leerkrachten, taalleerkrachten die hun lijsten willen klaarmaken en delen voor leerlingen. Je kan dat hier instellen, je ziet dat. Ik zit nu onder het stukje WRTS extra. Je drukt op instellen en dan kan je een naam gaan meegeven aan de webpagina die dat je wil gebruiken om dat te delen. Dus als we hier zouden zeggen, ik ben meneer Veltjen, stel dat ik een lijst wil gaan delen onder de naam veltjen.wrts.nl. Kan ik daar een paginatitel aangeven, lijsten van het Onze Lieve Vrouw Lyceum. Veel succes, zet ik er eventjes bij. En ik zeg wijzigingen opslaan, veldje.wrts.nl. Dan ga je zien, nu is dat gedeeld en we kunnen daar ook eens naartoe surfen. En je gaat zien als je surft naar zo'n gedeelde lijst, veldje.wrts.nl, dan krijg je een bruine achtergrond. Daar is hij. Achtergrond. En je ziet dat je nu op de digitale lijst van iemand anders bent. Veel succes, de lijsten van het Onze Lieve Vrouw Lyceum. Als alles goed is, hebben we ook nog wel een andere lijst reeds gedeeld. Dus lyceumgenk.wrts.nl. Daar zullen er ook nog wel een aantal staan die we gebruikt hebben in onze workshops. Het is er eentje, Frans eerste jaar. Ik denk dat we Genk Lyceum ook wel hebben. Maar kan je ook laten zien dat je zelf een lijst deelt. Zie je, daar hebben we er iets meer staan, daar kan je er zo overnemen. Kan je laten zien hoe dat je een lijst kan delen, zodat je die kan overnemen? Of nu dat ik hier zit, kan ik misschien rechtstreeks eerst een lijst overnemen. Stel dat ik zo'n Franse lijst wil overnemen, ik druk gewoon op overnemen, terwijl dat ik nog ingelogd was in mijn WRTS. Hier zit ik in mijn stukje van WRTS, hier zat ik op die gedeelde lijst. Ik druk gewoon opslaan en je gaat zien, bij mijn woordenlijsten, nu heb ik twee woordenlijstjes, eentje van Engels die ik zelf gemaakt heb, en eentje dat ik zojuist heb overgenomen van Frans. Dus nu wil ik ook mijn lijst in 7 gaan delen. Mijn woordenlijst Engels wil ik gaan delen. Het enige wat ik daarvoor moet doen, is hier op dit blokje drukken. Als ik daarop druk, dan komt er een G in te staan en dan wil dat zeggen dat mijn lijst gedeeld is. Dus als ik nu mijn lijsten aan iemand anders wil gaan doorgeven, ik had gekozen voor veldje.wrts.nl, dan ga je zien dat mijn lijst van het Engels gedeeld is. Daar is die. En dan kan iemand anders ze overnemen. Dus zo kan je lijsten met elkaar gaan uitwisselen. Zo kunnen leerkrachten ook lijsten gaan klaarzetten en delen met hun leerlingen. Ik ga proberen nog het stukje van de app erbij te laten zien, zodanig dat je ook dat eens eenmalig gezien hebt voordat je dat zelf kan gebruiken. Dus WRTS is nog steeds gratis en is een absoluut goede tool om je woordenlijsten te gaan oefenen. Bedankt voor het kijken en veel succes met WRTS. Zo, dan laat ik jullie ook graag zien hoe dat je WRTS kan gaan oefenen op een smartphone of op een tablet. In mijn presentatie gebruik ik het Android-platform, dus datgene dat van Google komt als je een Samsung bijvoorbeeld, een Samsung-tablet hebt, dan werkt die meestal op Android. Heb je een tablet of een smartphone van Apple, dus een iPhone of een iPad, ook daar vind je WRTS-apps voor in de iTunes Store eigenlijk, of in de iTunes-winkel. Die zijn ook gratis, maar daar zit iets meer reclame op. Van het moment dat je ze betaalt, valt de reclame eigenlijk weg. Ook hier gaan we de reclame proberen weg te blurren. Dus ik ga WRTS zoeken. Je moet eventjes kijken. Dat is een QWERTY-toetsenbord, dus ik heb af en toe wat probleempjes. Ik zoek in de Google Play Store voor WRTS en ik vind dan 3 apps. Ik
vind een app van Sebastian Maakt, een app van WebDevelop en een app van DigiSchool. Nu, degene aan de linkerkant hier van Sebastian Maakt is gratis en die krijgt ook de beste beoordeling. Je ziet dat ook 4 op 5. Ook voor ons was dit de beste app. Dus ik ga die installeren. Zo, ik geef hem de nodige rechten of de nodige toegang. Je ziet van onder dat hij gedownload en reeds geïnstalleerd is. Dus ik ga hem ook onmiddellijk openen. We gaan aanmelden met ons e-mailadres. We gaan het wachtwoord ook ingeven. Dan moet ik goed opletten dat ik QWERTY juist type. En ik kies inloggen. Hij gaat dan zeggen, mag ik van het internet even je lijsten downloaden? Dus de eerste maal dat je de verbinding maakt, heb je het wifi of het internet nodig. Kan ook over 3G uiteraard. Van het moment dat die lijsten gedownload zijn, heb je in principe geen internetverbinding meer nodig. Dus de mensen die op een smartphone willen oefenen op de bus en geen 3G hebben, die kunnen ook de lijsten thuis downloaden en dan gewoon meenemen op hun smartphone. Dus we gaan er eens eentje testen, bijvoorbeeld Nederlands-Engels opnieuw en ik kies er eentje uit. Oefening Engels handboek of oefening in de klas Engels. Ik zal die eens kiezen. En ik zie dat dat een woordenlijst is van een zestal woordjes, Nederlands-Engels. En dan zie je hier twee icoontjes, ofwel het wijzigen icoon en dan kan je woordjes gaan toevoegen of eventueel gaan wijzigen. Of het overhoor icoon. En dan krijg je verschillende mogelijkheden. In welke taal wil je gaan oefenen? Nederlands-Engels. En welk overhoringstype wens je? Natypen, meer keuze in gedachten of vertaling. We gaan natypen eens eventjes laten zien, zodat je al kan je woordjes inoefenen. Dus ik kies taal Engels, want Nederlands typen, dat zal wel lukken. En ik kies natypen. Hij laat u eventjes het woord zien bovenaan, house. En dan typ je house in. Je ziet, van het moment dat ik begonnen ben met te typen, dan gaat hij het woord van boven weglaten. Dus je gaat er zelf toch wel wat over moeten nadenken. Je ziet ook links al de resultaten die goed zijn, rechts de resultaten of de woordjes die eventueel fout gaat noteren. En je ziet dat ik ook nog 5 woorden hierna zal moeten oefenen. Ik ga er eventjes wat sneller door. Fun, mirror. Ik zal ook eens een foutje maken. Bread stond er. Stel dat ik het fout schrijf, dan zegt hij van onder het juiste woord. Je ziet, hij vertaalt ook zelf. Als ik mij niet vergis, stond er nu van boven monkey. Nog eens eenmaal brood, want dat had ik fout. En het laatste woordje was het, als ik me niet vergis. Nog eenmaal mijn foute woordje bread. Daar staat hij, nog eenmaal het. En dan zijn we erdoor. En hij gaat ons zeggen dat 64% mijn score was. Hij ziet ook dat ik 55 seconden heb moeten oefenen. 4 foutjes, 7 goed. Dus ik kan het terugknopje gaan gebruiken om terug te gaan. Wens je echt je oefeningen te gaan, of je woordjes te gaan oefenen, dan stel ik voor, kies als taal de andere taal dan Nederlands, dus in dit geval Engels, en druk van onder op vertalingen. Vanaf dan ga je een echt... hij heeft het een beetje omgekeerd gedaan, dus ik ga ze eventjes terug op Nederlands zetten. En op vertaling kiezen, huis, gaan moeten vertalen naar het Engels, dat zal house zijn, en we gaan eens controleren. Dat was inderdaad juist. Je ziet, ik heb 1 goed en ik heb 0 fout. Brood was bread, aap. We zullen daar nu eens een gorilla van maken. En dan zegt hij beneden, het was eigenlijk monkey. Nu staat er van boven plezier, dat was fun. Aap weet ik ondertussen, dat is monkey. Hoofd, excuseer, is het. Spiegel nog eenmaal. En daar, datgene dat ik daar straks fout had, monkey. En ik heb nu een score van 88% behaald. Dus dat is een eenvoudige manier om WRTS ook op je tablet of je smartphone te gaan oefenen. Dus eventjes kijken. De app is gratis. Ik zal dit stukje weglaten, maar hier krijg je dus reclame. Die ook in de Apple-versies te zien is. Eens even kijken wat er nog tussen staat. We kunnen wat terugklikken en je ziet alle Engelse woordenlijsten. Klik ik nog een keertje terug, alle Duits, Latijnse, Nederlands en Duits, Nederlands, Engels en Nederlands, Frans. Dus de lijsten die je maakt op het internet, die ga je allemaal kunnen downloaden. Dus eventjes kijken wat hier nog staat. Oefeninstellingen kunnen we nog gaan aanpassen. Dit zijn dezelfde instellingen als diegene die je kreeg op de website. Wil je goed oefenen totdat je alles goed hebt? Of wil je snel oefenen? Dit gegeven eigenlijk, of deze instelling, snel vraagt slechts 1 keer, komt eigenlijk overeen met de toetsen die je in de klas maakt. Dus daar krijg je ook maar 1 poging om goed of slecht te gaan antwoorden. Hoe lang moet hij het antwoord gaan tonen en in welke lettergrootte, laat dat maar standaard staan. En of je gaat rekening moet houden met hoofdletters, accenten en leestekens. Zo, wij laten ook meestal een procentweergave zien, zodat je gemakkelijk een inzicht krijgt in je scores. Druk eventjes terug.
synchroniseer alle lijsten. Dat is als je op het internet wat gewijzigd hebt en uitloggen, dan heb je dus meestal natuurlijk niet nodig. Goed, dit was WRTS de app. Veel succes!